hebben getekend. Zo de tering. Joesoe. Goedemorgen en leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ik ben Jill, het is vandaag vrijdag en ik ben al even wakker. Nou ja, even een uurtje. Het is inmiddels 9 uur, ik stond om 8 uur op. En ik heb heel veel reacties beantwoord. En ik zit nu nog heel veel achter mijn laptop, maar ik ga nu eigenlijk douchen. Ik heb even ontbeten. Ik drink al een glas fruitontbijt. Ik vind ontbijten, als ik echt meteen wakker word, altijd best wel moeilijk. Dus dan drink ik al zoiets en dan eet ik later in de middag beter, zeg maar. Wij gaan vandaag naar Nijmegen toe, want we gaan vandaag ons contract ondertekenen van ons nieuwe appartement. Ik zeg het hele tijd nieuwe huis, maar ja, dit is ook ons huis. Maar je snapt wat ik bedoel. Dus daar heb ik heel erg veel zin in. Milan ligt nog te slapen, die ga ik nu over wakker maken, want we moeten over een uurtje weg. Dan, 's middags, wil ik nog even wat dingen gaan inpakken. Ik wil elke dag sowieso wat dozen gaan inpakken, want het komt nu wel echt heel erg dichtbij. Laminaat is geregeld. Het leveren van de bed en het monteren van het bed en zo is allemaal geregeld. Dus dat is ook fijn. De verhuizing is geregeld. Dat sowieso, dat is ook heel fijn. Maandag komen ze hier wel even kijken. Om te kijken wat voor spullen we hebben en hoeveel man ze zeg maar daarvoor in moeten zetten. We hebben echt een verhuisbedrijf geregeld. Zodat we, want we hebben maar max 5 uur dat we daar mogen staan. En we hebben 1 parkeerplaats. En dan moet alles over zijn. Dat komt omdat er 150 appartementen gaan verhuizen. Dus dat is nogal een dingetje. Dus wij gaan, hebben verhuisbedrijven benaderd en we laten alles eigenlijk gewoon doen. Behalve het inpakken en zo, dat vind ik wel gewoon fijn om dat zelf te doen. Dus dozen in- en uitpakken, dat doen we gewoon lekker zelf. Alleen het monteren, het demonteren van kasten bijvoorbeeld of van de bank en bla bla bla. Dat doet dan het verhuisbedrijf voor ons, dus dat is echt heel chill. Dus ja, het komt allemaal heel erg dichtbij en in de zomer zitten we daar en dat vind ik echt super chill. Met mijn verjaardag wonen we daar al, dus ik zei ook al tegen Milan van ik kan wel een beetje gaan kijken hoe ik mijn verjaardag wil organiseren. Want iedereen zeg maar die ik lief heb, die woont dan dichtbij en dat is zo fijn. Ik vind dat echt zo heerlijk. En ik ben blij dat Milan dat ook gewoon fijn vindt. En hij zei ook van jouw vrienden zijn mijn vrienden. Dus dat wordt gewoon super, super gezellig. Mijn broer die gaat overigens pas wat later verhuizen. Want ik kom in hetzelfde appartementencomplex te wonen als mijn broer. Alleen niet op dezelfde verdieping. Dus we zijn geen officiële buren of zo. Maar wel buurtgenoten. En mijn broer gaat verhuizen in juli. Dus dan in juli gaan we Tom nog heel veel helpen met verhuizen en zo. Maar dan wonen wij er al. Dus dat is wel handig. Bijvoorbeeld voor als je iets nodig hebt. Voor koffie, thee, koekjes, weet ik veel. Voor tijdens het verhuizen door. En dan kunnen we even naar boven lopen. En dan halen we dat even. En dan kunnen we vanuit daar kunnen we Tom ook helpen met verhuizen. Dus dat is wel heel fijn. Ja, zijn verdieping wordt als laatste geleverd. Dus heel naar eigenlijk. Maar hij heeft in ieder geval niet de stress met dat je echt blokken moet reserveren om te gaan verhuizen en zo. Maar ik vind het echt fijn als we er straks alle twee in zitten. Dat we gewoon alle twee helemaal klaar zijn. Maar goed, dat is dus een beetje het vooruitzicht. Ik ga nu snel douchen. Oké, wij zitten inmiddels in de auto. Of nou ja, wij, ik, Milan die zelf, we zijn heel veel bij een tankstation. We hadden namelijk niks te drinken. Dus we hebben heel veel wat we drinken gehaald voor onderweg en voor daar, zeg maar. Even een flesje water. Ik heb een banaantje in de auto. Wij zijn onderweg naar Nijmegen toe. We komen om 11 uur precies aan, dus dat is goed. En dan gaan we het contract ondertekenen. En eigenlijk is dat ook het enige wat we in Nijmegen komen doen. Daarna gaan we weer naar huis. En dan gaan we weer verder met inpakken en met regelen van alles. Maar ja, ik vind het wel echt super leuk. En ik zit al helemaal te fantaseren. En ik zat zo te denken van, ja, misschien kunnen we wel even langs mijn moeder. Ach, weet je, over een maandje ongeveer kan ik mijn moeder weer elke week gewoon lekker zien. En dat is echt heel chill. Dan hoef ik niet meer, als ik wel een keertje in Nijmegen ben, meteen langs iedereen. Want dat doe ik nu dus altijd, omdat ik niet zo heel vaak in Nijmegen ben. Dus dat vind ik echt een heel fijn vooruitzicht. En ik heb mijn zonnebril weer lekker op. Mijn Ray-Ban zonnebril, heel chill. En ik draag Brave op mijn lippen. Een keer een ander kleurtje en ik heb mijn haar gekruld. En wij gaan op naar Nijmegen. Thank you.
Zo, de tering. Joesie. Hallo. We hebben getekend. Eindelijk. Nu is hij eindelijk officieel van ons, jongens. Maar goed, we waren dus in Nijmegen voor korte duur. We hebben even getekend en nu gaan we weer naar huis. Yes. Spullen inpakken. Woehoe! De plannen zijn iets veranderd. We zijn heel veel langs het werk van mijn moeder gereden. We dachten, we gaan heel veel langs mama. Zo, mama, zullen we anders straks wat gaan lunchen? Maar ze moet nu nog heel veel werken. Dus nu gaan we nog heel veel langs Claudie. Dat is zeg maar een soort van tweede moeder van mij. Ze is best vriendin van mijn moeder. En daar heb ik vroeger heel vaak ben ik daar geweest. Omdat Claudie op mij paste, zeg maar, toen Ellen in het ziekenhuis lag. Dus dat voelt altijd een beetje als mijn tweede mama. Dus ga ik langs alle twee mijn mama's. Omdat ze maar een heel klein stukje moet rijden. Oh, ik zag gewoon mama zit daar. Ik zou ook in mijn dak weer af doen. In de auto. Mama heeft lekker een cabrio. Ik weet, het kan ook goed zijn dat ze dat nog doet hoor, maar ik denk het niet voor het klein stukje. Maar goed, dan gaan we dus nu even langs Claudio of gezellig daar wat drinken. En dan daarna gaan we samen met mama nog even wat lunchen. En dan gaan wij daarna weer naar huis. Als we toch in Nijmegen zijn, dan is het gewoon chill. Ik heb een andere adres nu, schat. Ik moet even... Hier gewoon naar rechts. Ik ken het wel. Hier naar rechts? Ja. Ja, maar ik vind het zo moeilijk om elke keer op jou te vertrouwen omdat je het zo laat zegt. Nee, ik zeg het niet laat. Echt hoor, je zei hier net zo je ook van... Ja, hier rechts. Ja, ergens hier. Nee, ik zei bij de witte bord, maar je had een heel ander wit bord in je hoofd. Ja, omdat je niet duidelijk uitlegt wat de fuck ik heen moet. Oké, je moet hier naar rechts. En als maar rechtdoor en dan weer naar rechts straks. Komt goed. Nou, we zijn inmiddels bij mijn moedertje gearriveerd. Gereserveerd, ook zeg gearriveerd. En Milan is er ook. Hoi, ik ben er ook. Hoi. Milan had een hele moeilijke keuze. Of hij een tosti nam, een broodje gezond of een zalm. Uiteindelijk kiest hij een zalmwrap. Maar uiteindelijk kiest hij toch altijd voor een tosti. Ik kies echt nooit wat anders. Nee, maar ik moet gewoon lekker makkelijk. Stel, ik heb zoiets voor mijn neus liggen en dan zit ik van het is niet zo lekker. Ja, wat doe je dan? Dan gooi je geld op. Maar het is niet alsof jij een broodje gezond niet lekker vindt. Maar je kiest altijd voor tosti. Ja, nee. Ja, maar dus die twee hadden allebei gekund. Ja. En die rap was dan een beetje te van... Ja, dat was een beetje te moeilijk, weet ik. Maar ja, goed. Ik heb lekker samen met mama een carpaccio salade besteld. Die komt zometeen. En dan gaan we lekker lunchen. En daarna gaan we weer op naar huis. En dan wordt het weer inpakken. Ik denk dat ik dit keer mijn schoenen ga uitzoeken. Wat ik gisteravond doen, maar het komt er niet meer van. Wat is er? Je hebt nog tapijtreiniger nodig. Waarom? Die is op. Ja, maar we hebben nog maar één tapijt. Tapijtreiniger gebruikte ik altijd voor het tapijt in de woonkamer. Daar rook het lekker. Maar die hebben we niet meer. Laat maar. Zoals je zegt, sluit het vlog nog maar. We gaan nog maar naar het volgende deel dat we weer in de auto zitten. Oh. Jezus. Nee, we zitten. Oh nee, het is zometeen het eten. Ja. We gaan nu naar het eten. En het eten is er. Een lekkere carpaccio salade voor mij en voor mama. En voor Milan een tosti. Super yummy. Toen ik thuis was, heb ik eigenlijk meteen eten gekookt. En dat staat hier. Ik heb een pasta salade gemaakt van rucola, parma ham, pijnboompitjes en parmezaanse kaas en pasta. Dus ik ga nu heel veel Milan een bordje brengen. En dan lekker eten. En vanavond komt Mariette nog heel veel, want ik wil samen met Mariette heel veel de schoenen gaan uitzoeken. Zodat als zij bijvoorbeeld een leuk paar ziet wat ik weg ga doen, dat ze dat meteen mee kan nemen. Dat gaat dan weer iets sneller. En sowieso, moet ik het daarna nog even van nemen samen met Mariette. Straks zie ik er gewoon een stuk minder en dan wonen we niet meer zo dicht bij elkaar. Het is overigens niet zo dat ik haar volledig uit het oog verlies. Want we hebben alle twee een auto en ik kan haar als ik wil elke week nog gewoon prima zien. Maar nu is het allemaal lekker makkelijk. Dus daar moeten we nog even van genieten. Maar ik ga eerst heerlijk genieten van het eten. Hey, Mariette is er inmiddels. Hallo. En dit gebeurt er als je elke maand nieuwe schoenen mag uitzoeken bij Serenza. Dit is mijn schoenencollectie. En ik wil ze nou dus gaan uitzoeken. En alles wat ik niet meer draag, dat ga ik wegdoen. Maar ik mis ook gewoon een paar schoenen. Het is echt insane. Hier is er één van. Hier is er één van. Ja, hoe? Nou, dan moeten die sowieso weg.
Dat is dan wel weer makkelijk opruimen. Nee, van die witte Nike heb je echt nog wel ergens. Ja, nou ja. Wij gaan dit even uitzoeken en alles wat ik niet meer aandoe, ga ik alvast in een doos inpakken. En ik krijg trouwens heel vaak de vraag wanneer die paaszak weggaat. Maar die gaan we binnenkort gewoon weggooien als we... We zijn nu toch alles aan het inpakken, dus dat komt wel boeien. I don't care. Pip gaat ook mee verhuizen. Ja! Hi! We stoppen er vast in de doos, dat scheelt weer werk. Pip, kijk eens. Kijk eens. Kijk eens, Pip. Pip, Pip. Nou, dat ging eigenlijk sneller dan ik had verwacht. Deze schoenen wil ik nog niet inpakken, want deze draag ik nog heel veel. Die doos is al bijna vol. Dat is wat ik sowieso wil houden. Dit is alles wat weggaat. Nou ja, niet helemaal weggaat, maar dat ik aan vriendinnen geef en dat ik gewoon weg ga geven. Maar van deze weet ik het nog niet. Deze heb ik nog niet zo heel lang. Maar ik weet niet, ik vond ze... Nou, misschien moet ik ze gewoon weer een keer dragen, maar ik weet het niet zo goed. Trek ze gewoon nog even een keer aan. Ja. Dus... Dat gaat sowieso weg. En dat paar en mijn All-Stars, die waren helemaal versleten en helemaal kapot. Dus die gooi ik weg. Nou, toch weer een doos gevuld, of niet, Mariette? Bijna, bijna. Bijna, bijna. Oké, ik ben even bezig geweest, maar de hele badkamer is in principe ook ingepakt. Alles wat ik nog ga gebruiken, dat heb ik hier neergezet. Ik heb ook meteen heel even mijn kwasten allemaal gewassen. Die zijn nu allemaal lekker schoon. Die moet ik nog wel even uitzoeken. Hier staan alle producten die ik nu nog ga gebruiken. Zoals oogreinigingproducten. Maar deze staan bijna op. En dan is dit mijn nieuwe. Dit is dan bijvoorbeeld ook bijna op. Ja, je weet niet wat voor weer het nog wordt. Deo. Lenzenvloeistof. De pil. Deze ook bijna op. Mijn lenzen. Oh, die bodylotion kan trouwens wel ingepakt worden. Nou, daar nog wat schermertjes en de pil. De shampoo van Pip, die dop, die is gaan lekken. En die is ook al bijna op. Dus ik kijk heel even of ik Pip nog een keertje in bad doen. Ik moet even nieuw bestellen. Dit zijn ook allemaal producten die bijna op zijn. Dus die moet ik nog heel veel maken. En tampons. Nou, deze doe ik in de doos. Hoppatee. Heb ik dit ook allemaal opgeruimd en schoongemaakt. Dit moet even hier. En... Dit is ook helemaal leeg. Ik moet het wel even schoonmaken. Er zit echt vies veel stof op. Maar wel helemaal leeg. En mijn make-up kastje. Dit is echt nog wat ik dagelijks gebruik. Dus dit is dan echt wat ik dagelijks nog gebruik. Of wat ik in ieder geval nog deze weken ga gebruiken. Mijn parfum die moet ik nog uitzoeken. Maar dat laat ik denk ik wel tot het laatste zo staan. Want het zijn allemaal hele breekbare dingen. En ik gebruik eigenlijk elke dag wel een andere soort parfum. Maar voor de rest zijn ook alle kastjes leeg. 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 En hier zitten dan nog twee dingetjes. Wat staafjes en gezichtstoegekjes. En hier ligt een hele, hele mooie puppy. Maar goed, lekker bezig geweest dus. Nu ben ik er klaar mee. Ik heb mijn schoenen uitgezocht, mijn make-up, de hele badkamer. Ik vind het wel weer best voor vandaag. Ik heb er ook wel last van mijn rug. Ja. Het is inmiddels 1:30 en Mariette is net naar huis. Ik heb er een hele lading schoenen mee kunnen geven. Dat vind ik altijd leuk als ik mijn vriendinnen blij kan maken met zoiets. En voor mij ook handig, want dan... heb ik ze weer kwijt uit mijn huis. Goed, ik ga lekker naar bed. Dus ik ga bij deze ook de vlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Welterusten. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei doei!